Yo mensen, tof dat jullie een nieuwe video kijken. Het is gewoon Justin afkorting GI. Mijn naam is Justin en vandaag sta ik voor Donadoni. En we gaan ook nog naar meer winkels, want we gaan vuurwerk shoppen. We hebben hier de Jackhammer. Deze heb ik vorig jaar in het echt gezien. Deze is echt super vet. En daar ook de Unbeatable. Keiharde knallen. 30 mm. Echt niet normaal. Hier ook nog wat kindervuurwerk. Ook altijd nog leuk om te hebben. Deze happiness die schieten zelfs de lucht in. Maar ze knallen aan het einde niet. Hier nog allerlei dingen van Family en Wolf. Zoals de General. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Ja, gewoon voor leuk om te hebben. Laten we nu gaan naar de andere kant. Want daar staan nog meer grote boxen. Moet je kijken dan. Dit is een soort kist. En daar zit een vuurwerkpot in. Dat is wel grappig gemaakt. Grote boxen, hè? Ja, echt veel grote boxen. Deze heb ik vorig jaar ook in het echt gezien. Deze is echt mooi. Hele felle kleuren en gewoon redelijk goede klanten. Ja, goed met jou. Zie je toch een goede box staan? Dit is de Disturbed. Keiharde klappen. Dit is dan ook met 30 mm. En 450 tot 500 gram. Deze knapt echt super hard. Deze zou ik je daarom ook echt aanraden. En deze pot hier, dit is de Return of the Phoenix. Deze geelt als een malle. Hij is echt super vet. En de geel is ook lekker vals. En wist je dat? Deze had vorig jaar 35 shots en dit jaar 36. Hier heb je een papiertje, die moet je invullen en daar zo inleveren. En dan word je via die box doorgeroepen en dan kan je naar beneden komen om je vuurwerk op te halen. Ik ga deze meenemen, de Family Glory. Deze knalt heel goed en met ook nog eens schilder doorheen. Dit is de Family Triumph. Deze nemen we ook mee. Met redelijk goede knallen. We gaan nu naar beneden om het op te halen. Zo, de eerste bestelling is gelukt. Op naar de volgende. We gaan nu naar de volgende winkel. XL Vuurwerk. / Zena de Meer. Binnen gezien gelijk. Haha, leuk hoor. Echt een heel mooi merk hoor. En funken. Ziet er wel goed uit. Een hele mooie knappert. Dit merk. Poeh. Die zou ik je echt aanraden. Ze hebben zo te zien ook een huisdier hier. Jong. Laten we naar binnen gaan. Helaas mag je deze niet, mag je de pijlen niet kopen. En dit wordt de kampioen van vandaag. Laten we doornemen wat ze allemaal hebben staan. Ik zie mega veel grote boxen. Ik zie er ook al bij daar. De Big Mama. Big Mama. Ja. Laten we liggen kijken aan de andere kant. Daar hebben ze nog een stelling. Nou, deze heeft toch grote buizen, hè? Zo, die 30 mm denk ik. Een waaiercake en 30 mm. Dat zou wel een big spullen zijn. Verschillende soorten. Veel grote dingen hoor. Ja. En dan gaan we over naar kindervuurwerk. Daar is ook veel hoor.
Ja, maar hebben ze zeker veel. Dit is de Big Mama. Deze heb ik vorig jaar ook nog eens in het echt gezien. En deze was best wel vet hoor. We zijn onderweg naar Koningsdal. Ik denk wel de grootste vuurwerkwinkel van Utrecht. Hij komt daarom ook een paar keer in het nieuws. Of in de krant of zo. Het is hier rechts bij Intratuin. Daar is het. Koningsdal. Daar moeten we zijn. En we gaan naar binnen, jongens. En moet je kijken hoe druk het wel niet is. Wil je beschermen? Kijk hier op aan. Dan kan je bij de ramen. Ik heb net een lijst gekregen. We zijn nu in Koningsdal aangekomen. En laten we kijken wat ze allemaal hebben. We beginnen bij het kat 1. Ik zie hier al hele grote pakketten. Maar dan gaan we over naar de echte potten. Hier heb je al nog wat kleine cakejes of budgetpotjes. Maar budgetpotjes zijn altijd nog wel leuk om te hebben hoor. En dan komen we echt bij de grote bakken. Nu nog meer budgetpotjes. En dan zie je daar de Mysterious One. Die gaan wij meenemen. Dat is de Temptation. Die gele dikke bak daar. Ik zeg wel dikke bak, maar dat is die ook. En daar zie je alle mensen hard aan het werk om alle bedden, alle bestellingen bij elkaar te brengen. Hier hebben we ook weer wat gescoord. Op naar de volgende. En zometeen komt dag 2 eraan. Maar dat zien jullie allemaal in dezelfde video. We gaan nu naar de andere gerespecteerde vuurwerkwinkel. Namelijk Vecht Wilde. Let's go. Vuurwerk. Mooi zo. Daar komen we natuurlijk voor. We zijn nu bij de vuurwerkwinkel op Vecht Wilde aangekomen. Laten we kijken hoe het hier is. Zo, het is wel heel groot hier. Wacht maar uit. Ik zie ook allemaal monstertuinen. Het ziet allemaal wel vet uit. Hey, hier hebben we de Heavy Legends. Helemaal die onderste, die hebben we een keer gehad. Poeh, die knallen echt keihard hoor, die zijn echt vet. Nog een stelling. Zo, nog een. Is dat ook weer vol met budgetpotjes? En wel een beetje, je gaat een beetje steeds groter qua formaat. En kijk hier dan. Als je hier hebt, van dit product te zien. Zo weet je pakket. Daar komt hij. Ah, dat is wel geinig, ja. Kijk, stel je voor, je denkt, oh, dit is een leuk broekje. En je hoort het niet. Daar heb je meer. Mooi systeem. Ja, handig ook. Dit is wel een potje hoor. Heerlijk tempo. Ja. Lekker fel. Dat is deze. Nu heb je heel veel grote boxen. Maar het is wel heel duur. Maar je hebt wel wat vets hoor. Moet je kijken. 450 euro heb je 5 van die grote boxen. Vet hoor. Anders dan weer mega boxen. Hierboven ook, hè? Boven. Oh, hier. Oh ja, er zijn nog meer boxen. Wow. Ik zie geen
slechte dingen hier hoor. Snel tempo. Ja, 264 schoten voor 130 euro. En kijk dit dan. Deze box is misschien wel een meter lang. En dan nog, nog weer kleinere potjes en daar staan ook weer wat. En hier zijn echt alleen maar grote compounds. Een hele rij lang. Zo, moet je daar kijken. De sky high. 300 schoten, 5,6 kilogram. Dat is groot, hè? Aan kruid, zo. Maar het is wel een grote winkel, hoor. Ja, zeker. Echt veel staan. Veel keuze, hè? Ja, echt normaal. Ik heb er bijna hoofdpijn van. Het ziet er wel mooi uit. Het is vandaag dag 2. We staan daarom nu ook bij Intratuin Leidse Rijn. Daar hebben ze een heel ander assortiment. Met ook allemaal verschillende stellingen dan bij Koningsdag. Er staan allemaal grote boxen en budgetpotjes vol van alles. Er staan allemaal grote boxen, zoals supermachine, 90 schoten. Wow, er staat een hele grote box. En de Great God. 183 shots compound. En daarboven staan ook nog hele grote potten. En net wat kleinere. Gaan jullie in onze compilatie zien? Ja. Ja. En hier wordt normaal ook nog eens. Oh, hier staat hij. De Family Globe. Die gaan jullie ook in de onze compilatie zien. En dan gaan we ook naar het kinderpuur. En moet je kijken hoeveel er uitverkocht is. Deze hele rij is uitverkocht. Dit ook bijna allemaal. En hier zijn er ook allerlei dingen uitverkocht. Dag 2 gaan we gewoon terug door naar Donnie. Daar gaan we onze tweede bestelling ophalen. We zijn ook nog even bij XL4 geweest. Kijk eens deze wie ik sta, jongens. Yo, wederpijroos. We staan hier met Donna Donnie. Met mijn neefje Justin. En die heeft ook hele mooie spulletjes gehaald. En die gaat hier allemaal zo meteen de 31ste de lucht in janken. Dus dat wordt super tof. Dus zou zeggen, hou het YouTube-kanaal in de gaten. En dat is gewoon Justin. Toch? Ja, neem ik de hele tekst over. Kan je nog wel vasthouden? Ja, ja. Die is heel ja, vaak. Ja, ja, ja. Die is heel zwaar. Die stuk. Zo jongens, dat was het wel even met die vuurwerkwinkels. Maar die jullie denken, dit is het enige wat we hebben. Maar nee hoor, we hebben nog veel meer vuurwerk. Het wordt echt een gekke huis. Maar leuk dat je deze video keek. Doei en like en abonneer!